En inmiddels gaat het tweemaal dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Zo, na een paar dagen weer weg van terug geweest. Daily Minutes, 28 oktober 2021. Dit is het bulletin van donderdag. Daily Minutes, 28 oktober 2021. Dit is het bulletin van donderdag. Ik heb mijn stem zo weinig gebruikt dat ik moest pas stemoefeningen doen om het geluid een beetje goed te krijgen. Het is nog een beetje schor, maar het valt mee. Ja, wat hebben we? Ik heb niks bedacht voor de uitzending vandaag. Misschien heb ik wat amateurnieuws. Ik zal kijken of dat gaat. En ik denk dat ik daarna iets doe wat ik eerder van de week al van plan was. Een paar van de uitzendingen uit het verleden. Ik had het vorige keer ook over het verleden van de Daily Minutes. Maar een paar uitzendingen uit het verleden van de afgelopen jaren uitzenden. Dus het kan er wel eens een uitzending van wat die uitzendingen van de afgelopen jaren. Nou, van een jaar geleden waren ze best wel groot. Misschien dat ik ze dan wel inkort. Maar de rest die zijn een minuut of acht, 4 tot 8 minuten. Dus, maar goed, het gaat wel over een aantal jaren dus. In ieder geval, daar ga ik straks wat mee doen. Ik ga eens even kijken of er amateurnieuws is. Ik check af en toe ook de site van Agentschap Telecom op nieuws. Maar bij de nieuwsrubriek voor zendamateurs is het laatste bericht 5 februari 2018. Dat ging toen over de repeaterstoringen. Maar Agentschap Telecom is ook, ja, er is natuurlijk ook wel niet amateurnieuws, hè, maar Agentschap Telecom zit wel actief op Twitter. En even kijken welke datum hoort daarbij. Nou, zo pas kon ik het zo zien. Oh, dat is van vandaag. Vandaag zijn de collega toezichthouders op digitale dienstverleners uit de Europese Unie op bezoek bij de Nederlandse toezichthouder Agentschap Telecom om samen te werken aan in het toezicht. Een ander bericht is van de 27e gisteren dus. Ons jaarlijks symposium opstap naar weerbaarheid is op het donderdag 9 december schrijven ze. Een bericht van 15 oktober gaat over graafwerkzaamheden. En 14 oktober, wij werken iedere dag aan cyberveiligheid en digitale weerbaarheid van Nederland. Even kijken, en een medewerker, dan weet ik even niet of dat nou de tegenwoordige directeur is. Maar dat is ook een mevrouw volgens mij, maar ik weet haar naam zo snel niet. Maar in ieder geval, een van de mensen van AT die praten 14 oktober in de Tweede Kamer. Zo was er wel een interessant rapport uitgekomen, zie ik. De Dynamic Spectrum Management and Engineering. Het gaat er steeds meer naartoe dat in elk geval professionele gebruikers, maar ook amateurs, banden met elkaar gaan delen. En het vervelende voor de amateurs is dat die andere gebruikers dat automatisch doen en dat je dat vaak dus niet mag storen. Het is nog niet zover, behalve op 13 centimeter waar wel wat medegebruik is. Wat in ieder geval heel duidelijk is. Het is op andere banden ook, er zijn andere gedeelde banden. Maar in ieder geval het gebruik op die manier, dat zie ik nog verder niet zoveel. Maar het gaat wel komen. En de vraag is dus, moeten de amateurs dan ook investeren in apparatuur om daar met bijvoorbeeld dynamic spectrum sharing mee te kunnen doen, hè? Adaptieve radio heet dat, geloof ik. Daarbij is het zo dat mensen in de ether een prioriteit krijgen. En degene die de hoogste prioriteit heeft, die heeft ook de meeste rechten op een bepaalde frequentie. En los van die prioriteit wordt dan de meest optimale frequentie voor dat moment van de dag en de betreffende propagatie gekozen. Dus ja, dat staat nogal lijnrecht op wat amateurs doen. Want ja, als jij naar de bakerman zit te luisteren, er zit meteen, of er zit ineens een professionele gebruiker overheen, omdat nou net op dat moment de condities heel goed zijn. Ja, wat blijft er dan van het onderzoek over? Dus het is wel belangrijk dat daar ook rekening mee gehouden wordt. Op zich is het delen van banden natuurlijk wel iets wat eigenlijk al heel lang gebeurt met amateurs, hè? Ik had hier nog geen aandacht aan besteed, maar ja, vroeger toen ik op die repeater zat, toen zat ik bovenop alles wat rond PI2 NOS gebeurde. Maar
ik kan niet zo makkelijk over de repeater heen werken. En dus is het een beetje ook bij mij van de focus verschenen. Ja, en ik heb de afgelopen 2 weken, in ieder geval de afgelopen week, geen uitzendingen gemaakt. En ja, daarvoor heb ik het eigenlijk is me toch een beetje, hoe zeg je dat? Ik heb in ieder geval, is mijn oog er niet op gevallen. Op zaterdag 9 oktober 2021 reisde een afvaardiging van Hobbyscope naar de Gebrandi-toren in IJsselstein om daar te werken aan de omvangrijke systemen in de toren. Gevolg van COVID-19 kon er lange tijd maar zeer beperkt gewerkt worden. Zo was er bijvoorbeeld aanwezigheid van meerdere personen in een besloten ruimte een obstakel. Dat is echter niet iets wat te voorkomen is in de soms zeer kleine ruimtes in de Gebrandi-toren. De miniatuurlift in de buismasten is daar een duidelijk voorbeeld van. Ja, er zit een tweepersoonslift in het mastdeel wat op 100 meter begint. Op ongeveer 100 meter tot helemaal bovenin. Het plan was om een aantal langliggende projecten een flinke duw voorwaarts te geven. Zo is 1,5 jaar geleden begonnen met het verwezenlijken van een nieuwe eigen antenne kabeltracé vanaf de 20e verdieping waar Hobbyscope 19 inch racks heeft opgesteld naar het topje van de mast op 350 meter. Dat wordt gedaan met EIA 1/5 feeders. 1/5 zal wel de dikte van de feeders zijn. Dit zijn polsdikke coaxkabels die uitmuntende eigenschappen hebben om onze repeatersignalen op VHF en UHF te transporteren. Oh, er staat een foto bij ook. Kun je die vergroten eraan te dikken? Nou, dat dan weer niet. Maar het is inderdaad meer dan een polsdik. Hobbyscope is het zaterdag gelukt. Dat is dus de zaterdag voor 11 oktober. Om deze twee feeders verder af te monteren en ons antennesysteem op 350 meter aan te sluiten. Het resultaatmagazijn PI2NOS zendt nu weer uit vanaf 350 meter. Let wel door alle veranderingen die deze bovenregionale repeater in de afgelopen periode heeft ondergaan, hebben we moeten besluiten om afstraling naar het noorden te mijden. Overlapping met een riante dekking vanuit Lelystad zou een ontoelaatbaar grote overlapping in dekking veroorzaken, waardoor het co-channel systeem niet langer goed kan werken. PI2NOS straalt dus naar west, zuid en oost-Nederland vanuit IJsselstein met de hoofdbeam naar het zuiden. Eerste resultaten leren ons dat de dekking buitengewoon is. Een andere klus die geklaard is, is het verwezenlijken van de 70 centimeter DVB-ingang op PI6ATV. De ATV-repeater, deze lang gekoesterde wens, ging in vervulling voor veel zendamateurs. In de cabine op 220 meter bevinden zich 4 antennes voor ontvangst in alle windrichtingen. De antennes worden manueel geselecteerd. Momenteel is de westelijke antenne actief. Er staan een aantal parameters bij. Verder zijn op de dag nog een aantal andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn verschillende DVB-ontvangers vernieuwd en er is veel werk gestoken in het configuratiebeheer. Na een volle dag arbeid was de reis terug naar aarde niet geheel zonder slag of stoot. De buismastlift weigerde dienst, waardoor Martijn PD2NLX enige tijd in de lift vastzat op 175 meter hoogte. Edwin PD2EBH en Misha OKZ moesten rustig afwachten in de reportagecabine op 220 meter. Hulp kwam gelukkig snel, een lift natuurlijk kon de storing snel verhelpen, zodat het team, inclusief onze kerstverse lid PH4T en oudgediende Paul RJV, nadien een plaatselijk biertje en hapje konden eten in IJsselstein. Die lift, als dat niet werkte, dan moet je met een ladder. En die ladder die is bijzonder onaangenaam. Ik heb ooit begrepen dat het meer dan 2 uur kost om van helemaal boven naar beneden te klauteren. En het is zeer vermoeiend, dus het is maar mooi dat die lift het dan weer doet. Maar het is wel mooi dat de repeater weer een groter bereik heeft. Ja, er is echt niet zoveel nieuws als dat er een paar jaar geleden was. Dat komt voor een deel maar door corona. Maar in ieder geval, één nieuwsbericht dat springt er bovenuit. Bundesnetzagentur, dat is een bericht van gisteren, wat Southgate ARC in eigen zeggen van de Veron-site gehaald heeft. Ik zie het daar zo snel niet, maar goed, ik zal niet goed kijken. Maar in ieder geval, de Bundesnetzagentur die heeft een 3-tal producten uit de markt genomen. En dat zijn alle 3 producten uit Spanje. En van 2 verschillende leveranciers. 2 LED-verlichtingen, een spot en een track spotlight die te veel storen. En een schakelende voeding van een ander merk. Dus de 3 producten voldoen niet aan de administratieve condities van de EU-richtlijn. Met betrekking tot de CE-markering en de conformiteitsverklaring. En daarnaast testen ze ook nog negatief voor de EMC-interferentie. Ik heb eigenlijk de laatste tijd niet in de gaten gehouden. Er zullen hier ook wel producten uit de markt getrokken worden. Maar ik weet ook niet of dat altijd zo groot wordt meegedeeld. Het is wel zo dat de fabrikanten wat ontzien worden. En vooral als de fabrikant zelf meewerkt en de producten zelf al proactief terugtrekt, dan
wordt het vaak niet gepubliceerd. Dit is kennelijk een club die dwars ligt, want anders dan was het niet in het nieuws gekomen. Of twee clubs die dwars liggen. Maar misschien hebben de twee verschillende bedrijfsnamen wel toch eenzelfde moederbedrijf. Dat zou kunnen. Het is wel zo geweest dat dat een bedrijf met veel bombarie bekend maakte van nou, wij trekken ons er niks van aan. Wij halen de spullen niet van de markt. Agentschap Telecom kan hoog en laag roepen. En toen dreigde Agentschap Telecom met een boete van 1,5 ton. En toen zijn ze zich toch even achter de oren gaan krabben. Want dan moet je wel erg veel van die spullen verkopen. Om dat er dan weer uit te halen. Dus ja, toen was snel. En toen waren ze het ook heel snel eens. En toen was ineens dat persbericht van waar ik een kopie van had. Dat was helemaal niet verstuurd. Dat vond ik ook wel leuk. Dat was van het bedrijf, niet van Athema. Ze ontkenden alle twee dat er ooit zoiets gezegd zou zijn. Maar ik had het persbericht waarin het bedrijf het bekend maakte. Dat had ik toen gewoon. Het is lang geleden, een jaar of 15. Nou, ik ga eens even wat uitzendingen selecteren. Ik zit me af te vragen of ik bij de oude begin of bij de nieuwe. Ik denk dat ik bij de nieuwe begin, want die klinken het gelikst. En misschien kom ik wel helemaal niet verder, dat ik al heel lang of heel snel zoveel tijd besteed heb, dat het gewoon niet meer te behappen is. Hè. Dat kan natuurlijk ook, want ik wil geen uitzending van een paar uur maken. Ik heb vorig jaar helemaal niet zoveel uitzendingen gemaakt. Ik sloeg er toe veel over, blijkt. Ik had een live uitzending op de 29e. Waarschijnlijk samen met Jurgen, maar dat weet ik niet zeker. En ik had wel een aantal uitzendingen, maar die bestonden ook voor een groot deel uit Amateur Radio Newsline en dat soort dingen. En ik heb er nu eentje geselecteerd die niet 28 oktober is, maar 17 oktober vorig jaar. En het zou kunnen dat ik die wat inkort. Daily Minutes, 17, ik wou zeggen augustus, het is oktober 2020. Dit is het bulletin van zaterdag. Als ik binnenkort mijn F haal, dan ga ik op de lage korte golfbanden een langdraadantenne gebruiken. Hoe lang is dat eigenlijk zo'n langdraadantenne? Ja, dat weet ik niet. In elk geval is hij lang. Ik hang hem op als een sloper. Dan zou ik maar goed oppassen dat je andere antennes heel blijven. Bij een sloper weet je dat natuurlijk nooit. Voor ontvangst zit ik een beverage antenne te overwegen. Zou je dat wel doen? Beverage betekent frisdrank. Een frisdrankantenne, dat klinkt niet heel serieus. Ze zijn heel goed hoor, vooral bij de zwakke signalen. Ja, dat zal wel. Danny Millets, 17 oktober 2020. Dit is het bulletin van zaterdag. Ja, er zit weer een week tussen met de uitzendingen. Het wordt ook niet zo'n lange uitzending als vorige week. Nou, het is niet helemaal een week. Volgens mij was het maandag, maar ik weet het niet helemaal zeker dat ik een uitzending gedaan heb. Maar de energie is nog niet helemaal op peil. Ik was haast vergeten hoe het was om me goed te voelen, zeg. Mijn stem klinkt misschien nog wat rasperig, zo voelt het ook een beetje. Maar hij is in ieder geval wel weer beter in orde dan dat hij was. Want het was lange tijd ook hommeles. Maar ik heb trouwens besloten om deze uitzending niet te gaan monteren. Dus ik moet aan één stuk doorpraten. Want ik wil ook eigenlijk de pauzes er liefst niet uit hebben. Maar het zou wel kunnen dat er af en toe een pauze in zit. Even kijken, ja, gisteravond heb ik geëxperimenteerd met de SSTV repeater. Niet met de DSTA, maar met SSTV. En vanmiddag ontdekte ik dat er ook een andere software is die onder Linux draait, zodat dat veel makkelijker op de Raspberry te implementeren is. Daar ga ik ook eens naar kijken. Ik weet niet wat, ik heb nu een tijdelijk computertje ingeschakeld, maar die is wel heel erg hard aan het werken, zie ik. Dus ik weet niet wat daar nu aan de hand is, maar dat ziet er ook niet helemaal normaal uit. Maar goed. Ik voelde me toch vrij waardeloos, moet ik achteraf zeggen. Ik had veel spierpijn. Het was één grote misère. En telkens dacht ik dat het over was. Maar dan was het eventjes over. Maar even kijken wat de computer nu weer doet. Oh, een nieuwe versie is beschikbaar. Daar was ik al bang voor. Volgens mij, als ik ga zeggen dat ik die wil installeren, dan is hij er de hele avond mee bezig. Dus het is zo'n traag computertje. Dus een Acer One. Dat is een single core. Dat ding is nog veel minder krachtig dan een Raspberry Pi. Maar hij ziet er wel mooier uit dan een Raspberry. Dus als voor dit doel is die volgens mij wel prima.
Maar goed, nee, ik was haast vergeten hoe het was om een beetje beter te voelen. Vandaag, gisteren voelde ik me nog uitermate belabberd, hoewel ik wel het gevoel had dat het beter ging dan de dagen ervoor. Maar vandaag voel ik me eigenlijk prima. Voor het eerst in lang. Goed geslapen, wat voor mij ook al een heel punt is. En ja, eigenlijk op zaterdag voel ik me meestal niet zo. Maar deze zaterdag is echt een topper, dus wat dat betreft. Maar goed, ik heb nog wel rustig aangedaan en ik ga ook niet me uitputten in een heel lange uitzending. Ik doe er nog een beetje voorzichtig. En er is een hoop werk blijven liggen ook. Dus wat dat betreft is er ook nog wel het een en ander wat er moet gebeuren. Ik heb een hoop plannen, maar goed, ik ga ze niet allemaal... Je moet je plannen nooit vertellen, want dan gebeuren ze niet, zeg ik altijd. Je moet natuurlijk wel met mensen met wie je samenwerkt je planning delen. Maar over het algemeen kun je dat toch maar beter niet doen. Dan gaan mensen vragen van nou, waar blijft dat nou? En ja, je kunt ze er beter mee verrassen en aankondigen als het pas klaar is. Ja, ik heb niet zo heel veel te melden. Ik zag vandaag jou voor COVID. Ik zag vandaag dat meneer Van Dissel had geroepen van nou, ze waren helemaal niet laat met reageren. Ik heb de eerste week van augustus mijn statistieken, het was een van de keer dat ik mijn statistieken bekend maakte. En toen had ik al zoiets van nou, al die politici die zijn fijn op vakantie, laat die nou eens even terugkomen en even wat maatregelen instellen, zodat het niet uit de hand loopt. Nou, inmiddels is het uit de hand gelopen, dat is ook al weken zo. Maatregelen die niet werken en ga ze maar door. Dus die ellende die was allemaal te voorkomen geweest, denk ik dan. Maar goed, wat wel zo is, is dat het aantal mensen dat overlijdt nog meevalt momenteel. En hopelijk blijft dat ook zo. Dat is voor een deel doordat jongeren over het algemeen vaker besmet zijn. Maar het is ook dat ze toch wel beter ermee kunnen omgaan inmiddels. Hè? Dat ze weten welke dingen wel en niet werken. Ja, goed, dat wat betreft corona. Vandaag mijn griepprik gehaald. Ik heb daar nog een filmpje van op YouTube gezet. Dat was wel hilarisch. Ik ben daar vanochtend naartoe gegaan en was helemaal niemand. En er waren wel mensen die net voor mij waren. Maar die waren meteen aan de beurt en ik ook. En ik stond een anderhalve minuut later. Nou, misschien 2 minuten, maar echt langer was het niet. Stond ik weer buiten. En dat was ook nog tegenover mijn huis. En toen stond ik vanmiddag te kijken. En de tijd dat ik erheen kon, dat was tot 1 uur. En af en toe zag iemand die deur uitkomen vanochtend. En vanmiddag was ik met iemand met wie ik zaken doe aan het praten. En ik stond uit het raam te kijken. En ik zag allemaal mensen aankomen lopen net voor 2 uur. En het werd er meer en meer. En vervolgens stond er een rij van 200 meter met 100 man of nog meer. Ik stond echt stom te kijken. En die stonden allemaal met te wachten. En ja, die kwamen ook door diezelfde deur weer naar buiten waar ik door naar buiten kwam. Ik heb dus echt ongelooflijk mazzel gehad dat ik daar niet 3 kwartier gestaan heb of zo. Ik had er wel rekening mee gehouden, maar het was gelukkig niet zo. Dus ja, dus, maar de griepprik hebben we ook inmiddels gehad dus. Ja, de volgende uitzending die ik herhaal, dat is eentje van 18, even kijken, nee, van 26 oktober 2018. Dus ook niet de 28e, dat viel in een weekend en die uitzending was grotendeels in het Engels met heel veel bijdragen van anderen ook. Dus 27, ik meld daar dat ik nog niet helemaal gewend was aan het verhuizen van internet, van de repeater naar internet. Het lijkt veel langer geleden, ik dacht dat 3 jaar geleden was zeker, maar het is 2 jaar en 2 maanden geleden dat ik van PI2NOS vertrok. Gek is dat het zoveel langer lijkt. Veel gebeurt, denk ik, dat zonder meer. Maar goed, in ieder geval, het is wel leuk om dat terug te horen. Zonder call nog, want ik moest even goed luisteren, maar daar kun je het aan horen. Dus het is zonder call. Ik zal hierna nog een uitzending van kort daarvoor doen, van september, toen ik nog op de repeater actief was. Daily Minutes nummer 1451 met een uitzending voor vandaag, 26 oktober 2018. Dus bulletin van vrijdag. Het is nog vroeg, dus de stem raspt een beetje. Vandaag een uitzending met een deel over zelfbouw en daarnaast deel 0 van een herhaalde serie over geheime elektronica. Ik hoop binnenkort weer te beginnen met een nieuwe serie. Ik moet mijn draai naar de verhuizing naar internet nog steeds een klein beetje vinden. Ik heb overigens absoluut geen spijt van die overstap. Mijn leven is een stuk rustiger en ik kan om 10:30 ochtends andere dingen plannen als dat zo nodig is. Verder heb ik veel meer plezier in het maken van de uitzendingen sinds de overstap.
kan uitzendingen maken zoals ik ze wil, zo lang als ik wil en met de onderwerpen die ik wil. Ook al gaan ze niet over de zendhobby. Ik voel me absoluut meer ontspannen sowieso door de overstap. Dus ja, dat is een goed ding. Uitzenden op de repeater voelde steeds meer als een worsteling de laatste maanden, zeg maar. Er is vanavond om 10:30 ook een late uitzending en ook een stuk langer dan vorige week. Deze uitzending is opnieuw niet via de ether, omdat ik geen Nederlandstalige content nog heb voor die uitzending, wat ik wel nodig vind voor het uitzenden op PI3UTR. Dit is deel 24 van de serie over zelfbouw. In deel 23, het laatste deel over veiligheid, hebben we het gehad over statische ontladingen door antennes. Vandaag gaan we het hebben over filters. In de tijd dat ik daar voor het eerst mee experimenteerde, was een griddipper een veelgebruikt instrument. Tegenwoordig hebben amateurs meer tot hun beschikking, maar een griddipper of een dipmeter kan nog steeds een handig hulpmiddel zijn. Ik ben vanuit die begintijd gewend om nooit aan filters te rekenen. Ik schatte aan de hand van wat vuistregels in wat voor frequentie ik nodig had en afhankelijk hoe scherp de dip van de dipmeter was, kon ik inschatten of het filter een Q-factor had die hoog genoeg was. Al op de middelbare school was er een leraar die zo uit het blote hoofd wist te vertellen dat als je een FM-zendertje wilde maken, dat je dat met een spoel van 4 windingen op een potlood en een trimcondensator van 30 picofarad wel voor elkaar kreeg. Hij vertelde dat overigens pas toen hij dacht dat ik al een werkende zender had. Vaak kun je bij die diameter beter nog iets meer wikkelingen nemen voor bijvoorbeeld 100 of 144 megahertz. Bijvoorbeeld van 1 mm verzilverd koperdraad en dan is de Q-factor dus nog wat hoger bij iets meer wikkelingen. Over het algemeen is een vrij grote condensator in zo'n kring een goed idee, omdat spoelen meer verlies geven dan condensatoren. Maar er is ook een soort break-even point waarbij het aandeel van de condensator relatief groot is. En als je hem nog verder groter maakt, dan neemt dus de Q-factor weer af. Aan de onderkant van het spectrum werkte ik vaak met 25 wikkelingen 0,3 mm emaille draad op een leeg rolletje plakband voor een spoel op 80 meter. Als ik me niet vergis zit je dan qua trimcondensator ergens rond de 100 of de 120 picofarad. Voor alle frequenties daartussenin maakte ik een schatting aan de hand van die twee afstemkringen die ik net noemde. Voor 11 meter werd vaak geroepen 11 windingen, maar net als bij 3 meter kon je dan meestal net iets meer windingen nemen voor een wat betere Q-factor. Als ik aan de hand van de grippen vaststelde dat de variatie wel wat al te geleidelijk verliep, dan koos ik alsnog een andere waarde. Voor een bandfilter koppelde ik bijvoorbeeld 3 van deze spoelen, geschakeld als parallelkring in een blikje aan elkaar, al dan niet met schotjes ertussen, en een koppelcondensator van enkele picofarad op de hete kant van de parallelkring, of aan de koude kant een stukje uit het tussenschot weggelaten voor een losse inductieve koppeling. Natuurlijk zal het niet in alle gevallen met impedanties en zo helemaal goed zijn gegaan. Zolang zoiets niet op een kritieke plek zat, ging het wel goed. Ik heb in die tijd ook verschillende keren met kristalfilters gewerkt. Die waren bijzonder duur, vaak meer dan 100 gulden. En enkele keer wist ik zo'n filter in de dump te bemachtigen, maar ik heb ook een paar keer exemplaren nieuw gekocht. Je had dan in elk geval een precies omschreven bandbreedte waar je bij de juiste afsluitweerstand op kon rekenen. Ter oriëntatie, dat soort filters zit in een ontvanger vaak naast de eerste mixer. Bij een kristalfilter gaat het vaak om een enkel superontvanger met een middenfrequent op 10,7 of 9 MHz. Bij SSB wordt hetzelfde filter dikwijls ook voor zender gebruikt, ook al vanwege de hoge kosten. Het is overigens ook goed mogelijk om kristalfilters te maken. De bekende BTX-zendontvangers die zijn daar een goed voorbeeld van. Overigens is de keuze van 9 MHz filters in de begintijd van dat er SSB was de reden van dat op de banden boven 10 MHz in USB gewerkt wordt door amateurs en daaronder in LSB. Met een filter op 9 MHz kun je met hetzelfde zijbandkristal en dezelfde VFO van 5 tot 5,5 MHz zowel de 20 meter band in USB bestrijken als de 80 meter band in LSB. In het volgende deel van deze serie meer over filters. Ik ben, zoals ik vanochtend al meldde, ook aan het inventariseren van een mogelijke nieuwe serie over elektronica zoals die door bijvoorbeeld geheime diensten en privédetectives gebruikt wordt. Ik ben nog niet zeker of ik voldoende bruikbaar materiaal heb en hoe snel ik daarmee kan beginnen. Mogelijke onderwerpen zijn spullen, bijvoorbeeld voor privédetectives. Daar kun je denken aan miniatuurzenders, audioafluisterapparatuur, gsm-afluisterapparatuur, direction finding en gps-trackers, portofoons met encryptie. Ja, heel interessant natuurlijk de afluisterapparatuur, vooral als het heel kleine zendertjes betreft, en diverse camera's en videoproducten. Ja, dat is maar een greep. Bij spionage zal ik op zijn minst ook een aantal gebruikte technieken en procedures moeten uitleggen om te verduidelijken hoe de elektronica daar zijn rol in heeft. Er wordt door landen en organisaties van die landen gespioneerd, maar ook door organisaties die niet met landen te maken hebben. Uiteraard ook door criminele organisaties. Ook de doelen die verschillen. Het kan het landsbelang zijn of dan zijn er vaak ook militaire aspecten en ook concurrentiebelang. Kijk, en die criminele organisaties willen natuurlijk ook wel graag weten wat er tegen hun instelling gebracht wordt.
Apparatuur voor spionage, apparatuur voor spionage kunnen dingen zijn als agentenkoffers met daarin elektronica. Meestal is dat radio- of encryptieapparatuur. Vooral over de DDR is natuurlijk veel bekend over wat voor apparatuur er toen in gebruik was. Ik kan aandacht besteden aan manieren om de apparatuur te verbergen. Materiaal voor detectie van afluisterapparatuur. Dan heb je nog nachtkijkers en infraroodapparatuur. En soorten radioapparatuur. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Amateur radio, often called ham radio, is really many hobbies and passions under one name. From studying the stars, to creating new computer applications, to practicing their emergency communication skills every June on Field Day weekend. Hams enjoy serving the community in many ways. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Weet jij dat nog? Was ome Jan niet ook een etherpiraat? Ja, oom Jan uit Drenthe. Jazeker, die draaide altijd oompie koerier. In een poep en een zucht. Weet jij wat er met zijn oude zendinstallatie gebeurd is? De laatste bedoel ik, want de rest zal wel in beslag genomen zijn. Nee, die heeft tante Sjaan in het reservoir bewaard, als herinnering. Ik denk dat die oude zender daar nog steeds in zit. Moeten we binnenkort niet eens een keer weer bij tante Sjaan op bezoek? Ja, dat is gezellig. Nee, ik bedoel niet omdat het gezellig is, maar over 4 maanden is het weer contest en ik kan de trafo van de eindtrap goed gebruiken. Jij harteloze kwal. En microfoon naar retour. 17 september 2018, een van de laatste uitzendingen die op PI2NOS geweest is. Ik gebruikte toen mijn oude call nog, dat is er ook veranderd. Nou, daar komt-ie. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1412 met een uitzending voor vandaag 17 september 2018. Dit is het bulletin van maandag. De situatie in de VS verschilt in een aantal opzichten weinig van die hier in Nederland. Ook daar is het aanbod aan echte winkels met aanbod voor zendamateurs aan het krimpen. De website van de RRL meldt dat het bedrijf Radio City Incorporated in Minnesota, ik ken dat zelf ook, binnenkort na 36 jaar haar deuren sluit omdat de eigenaren met pensioen gaan. Het bedrijf gaat aan het eind van het jaar of eventueel zelfs al eerder dicht. Amateurs in Portugal hebben afgelopen zaterdag voor het eerst een SSTV Radio Party gehouden, SSTV 4080 genaamd. Het is zo jammer dat ik het bericht niet eerder heb gevonden, want dat was wel leuk geweest. Verbindingen zijn er gemaakt op 40 en op 20 meter. Het antennebureau houdt een paar keer per jaar zogenaamde basiscursussen, alles over antennes. Inmiddels wordt er ook een updatecursus gehouden. Die laatste zal 1 keer per jaar zijn in Amersfoort. De cursus die vrij zeker niet voor zendamateurs bedoeld is, duurt een dagdeel. De eerste van deze updatecursussen wordt heel binnenkort al gehouden op 27 september. Er is nog plek. De cursus is bestemd voor mensen die in hun werk te maken hebben met antennes voor draadloze en mobiele communicatie. En geeft informatie over communicatienetwerken, gezondheidseffecten en de plaatsing van antennes. Ook wordt ingegaan op toekomstige ontwikkelingen en het onderwerp risicocommunicatie. Deel 11 van de serie over antennes gaat opnieuw over loopantennes. Een bijzondere loopantenne die ook een kleine afmeting heeft, dat is de halo-antenne. Een halo-antenne is echter geen magnetische kleine loopantenne, omdat er tegenover het voedingspunt in de lus een onderbreking zit. Hierdoor heeft de halo-antenne dus ook totaal andere eigenschappen dan de kleine magnetische loop, waarover het hier dus vooral gaat. Al ziet hij dus op het eerste gezicht bijna hetzelfde uit. We gaan terug naar de grote full-size resonerende loop en de kleine magnetische loop waar het ook in het vorige deel over ging. Bij een grote resonerende loop maakt de vorm eigenlijk niet zo heel veel uit. Een cirkel is mogelijk en een andere vorm ook. De vierkante straler voor een quad gedraagt zich, zoals we zeiden, zonder elementen dus niet anders dan de ronde loop. En dat is zelfs voor een gevouwen dipool ook het geval. Bij de kleine loop, die ook magnetische loop genoemd wordt, die niet van zichzelf al resoneert, ligt dat beduidend anders. Bij zo'n antenne die voor veel grotere golflengtes dan de eigen afmeting wordt gemaakt, hangen stralingsweerstand en efficiëntie niet af van de vorm, maar wel van de afmeting van de oppervlakte die door de loop van de antenne wordt omsloten. Daarnaast is ook het aantal windingen van zo'n loop belangrijk.
Ja, en de grootst mogelijke oppervlakte die je met een bepaalde lengte draad kunt omsluiten, verkrijg je als de loop een cirkel is. Het gaat er dus eigenlijk om dat de netto weerstand van de antenne kleiner wordt naarmate de draad korter is. Daardoor nemen ook de verliezen af als de draad dus korter is. De hoeveelheid ontvangen signaal wordt daarbij groter naarmate de oppervlakte die door de loop omsloten wordt groter is. Derhalve levert een loopantenne met een zo kort mogelijke geleider en een zo groot mogelijk oppervlak dat omsloten wordt het beste rendement. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour. De volgende is van nog een jaar eerder, een typische repeater-uitzending zou ik haast willen zeggen. 27 oktober 2017. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1118 met een uitzending voor vandaag, 27 oktober 2017. Dus het bulletin van vrijdag. Ja, ik ben de laatste paar dagen een beetje aan het klungelen met de nummers van de uitzendingen, maar na een tweede correctie is dit dus echt nummer 1118, 1118. Ik ga vandaag een verhaal over micronaties doen, omdat ik toch wat te krap in de tijd zit om het verhaal over Enigma af te maken. Dat is zo ingewikkeld dat ik twijfel of ik misschien niet beter wat anders kan kiezen. Ik bedoel, er is deels veel over te vertellen, maar het gaat er vrij diep op in. En ik weet niet of ik dat wel moet doen. Maar goed, micronaties. Dat is een serie verhalen waar ik mee bezig ben over landjes die eigenlijk geen landjes zijn, in de zin dat ze internationaal erkend worden. Maar ze zijn in de meeste gevallen wel degelijk een onafhankelijk land met een eigen soevereiniteit. Dat soevereiniteit, dat moet ik even uitleggen. Als je een stuk grond hebt, dan kun je dat verkopen. De grond blijft echter wel tot de soevereiniteit van het land behoren waar het zich bevindt. Dat land het kan bijvoorbeeld de grond onteigenen als ze zeg maar, voor het grote belang een vliegveld op die plek willen aanleggen of ze willen dat uitbreiden. Dat kan bij een micronatie niet. Als dat wel zou gebeuren is er sprake van een internationaal incident. En al is dat met een onbetekenend microlandje, dat is voor grotere landen altijd ongemakkelijk. Voor de zekerheid kun je dus maar beter aan andere landen in de buurt laten weten dat je actie alleen tegen dat microlandje gericht is. En dat het land niet in navolging van vooroorlogsgebruik zeg maar een vierde rijk aan het opbouwen is. Veel landen, met name Anglo-Saxische landen, laten micronaties dan ook met rust. Bekende voorbeelden van langbestaande micronaties zijn bijvoorbeeld Sealand nabij Engeland en Hutt River Province op het Australische continent. Sealand is zelfstandig, terwijl Hutt River, net als bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, zelfstandig zijn, maar wel de Engelse vorstin als staatshoofd erkennen. Een micronatie is iets anders dan een microstaat. Microstaten zijn bijvoorbeeld San Marino en het Vaticaan. Dat zijn beide internationale entiteiten die door de grote landen worden erkend en die ook bij de Verenigde Naties mogen meedoen. Wat heeft dit alles met onderzeebootcommunicatie te maken? Nou, dat komt nog. Het is misschien niet zoveel, maar het heeft er zeker mee van doen. Toen in 1833 koning Charles Albert van Sardinië het piepkleine eilandje Tavolara, dat aan de noordwesthoek van Noordoosthoek van Sardinië ligt, met een staatsbezoek vereerde, toen erkende hij daardoor, dat wil zeggen door het als een staatsbezoek aan te merken, Giuseppe Bertoleone als soeverein monarch, dat wil zeggen koning van het eilandje. Ik zeg het wat ingewikkeld, maar door bij Giuseppe Bertoleone als koning op bezoek te gaan en het een staatsbezoek te noemen, werd Bertoleone daardoor ook koning, zei het van dat ene kleine eilandje. Ja, Tavolara werd daarmee erkend als het kleinste koninkrijk dat ooit heeft bestaan. Het eiland is 5 kilometer lang en 1 kilometer breed, met een hoogste punt op 565 meter boven zeeniveau. Nadat de Tavolaraanse koning Giuseppe stierf, erfde zijn zoon de titel en zo werd koning Paolo de eerste de koning van het eilandje. Nadat Paolo in 1886 overleed, werd het eiland een republiek. In 1895 werd de monarchie echter weer in ere hersteld. Alle vorsten van het eiland daarna waren ook afkomstig uit de Bertoleone-familie. De huidige koning Carlo II van Tavolara is tevens Italiaans staatsburger en hij runt Tonino, het enige restaurant op het eiland dat alleen tijdens de zomerperiode open is. De politieke en internationale belangen van Tavolara worden behartigd door prins Ernesto Geremia di Tavolara uit La Spezia.
Het eiland is volgens het huidige Italië officieel onderdeel van dat land, maar is nooit officieel door Italië geannexeerd. Daarnaast zijn er documenten uit 1767 waaruit blijkt dat het microstaatje ook nooit onderdeel is geweest, of de micronatie moet ik zeggen, nooit onderdeel is geweest van, of was nou een microstaatje? Nou, in elk geval nooit onderdeel is geweest van het Koninkrijk Sardinië, waardoor het ook nu nog steeds onafhankelijk zou zijn. Het Verenigd Koninkrijk heeft als enige land de erkenning voor Tavolara als onafhankelijk land nooit ingetrokken. Niettemin maakt het eiland de facto wel deel uit van de Republiek Italië. Zo kon het eiland in 1962 voor de helft tot militair gebied worden verklaard, waarna het grootste deel van de bevolking, inclusief alle schaapskuddes waar het eiland onbekend was, naar Sardinië moesten verhuizen. Een oude Sardijnse legende luidde ooit dat de schapen van Tavolara geboren zouden worden met gouden tanden. Maar daar is nooit door iemand iets van aangetroffen, ook door de militairen niet. In het alleen voor militairen toegankelijke noordoostelijke deel van het eiland is een NAVO-basis gevestigd met een radiogoniometriestation ten behoeve van plaatsbepaling van bepaalde zenders. Verder bevindt zich op het eiland het zendstation India Charlie Victor, waarmee op ultralange golffrequenties 20,27 kHz en 20,67 kHz boodschappen naar onderzeeërs onder water worden gestuurd. De antenne hiervan is net als de antennes van het radiogoniometriestation al vanaf grote afstand over zee zichtbaar. De signalen van ICV kunnen met behulp van FFT-software en een ferrietantenne eenvoudig via de geluidskaart van een pc hoorbaar worden gemaakt. De uitzendingen kunnen overigens niet worden gedecodeerd. Op Tavolara wonen tegenwoordig nog slechts enkele families. Het eiland en de omliggende wateren zijn sinds 1997 onderdeel van een beschermd natuurgebied, waardoor toerisme beperkt is. De kalkstenen kliffen van het eiland zijn populair bij duikers en op het eiland vindt jaarlijks een filmfestival plaats. Ik heb trouwens nog een dienstmededeling. Ik heb besloten om met ingang van het komend weekend geheel met de SSTV en data-uitzendingen te stoppen. De voornaamste reden is, net als bij de SSTV-beelden de rest van de week, dat het vrij veel tijd kost. Dat is de laatste tijd nog wat gecompliceerder geworden, wat te maken heeft met hoe ik mijn computer voor de uitzendingen gebruik. Het heeft tevens dat gevolg dat ik me wat meer kan concentreren op de teksten die ik natuurlijk wel gewoon blijf uitzenden. Ik ben in april of in mei van 2015 begonnen met het uitzenden van data in de Daily Minutes. Dat was omdat de Mighty KBC, de Voice of America en WRMI daar ook mee experimenteerden. Het was volgens mij eigenlijk bedoeld als experiment, maar het sloeg zodanig aan dat ik het vervolgens ben blijven doen. Daarop ben ik in het najaar van 2015 als onderdeel van die data-uitzendingen ook af en toe korte SSTV-plaatjes gaan uitzenden in zwart-wit van 8 en 12 seconden lang. Begin 2016 kwam vervolgens de ontdekking dat je de wat grotere kleurenplaatjes ook op je smartphone kon opvangen. En dat had tot gevolg dat het ontvangen van de plaatjes helemaal populair werd. En dat ook dat het met name bij beginnende amateurs heel goed viel. Je kunt als je met SSTV wat wilt experimenteren een van de uitzendingen uit die periode nemen. Die staat gewoon op de website. Van voorjaar tot 2016 tot aan afgelopen zomer zat in vrijwel iedere Daily Minutes uitzending een SSTV plaatje. Daarnaast is SSTV een heel populaire mode ook op de banden, waarvan je veel signalen op de korte golf en ook op 2 meter tegen kunt komen. 14230 is bijvoorbeeld een populaire frequentie. Als je zelf wat met SSTV wilt doen, dan kan dat in zijn eenvoudigste vorm al met een portofoon, door simpelweg de smartphone voor de microfoon en de speaker te houden van de portofoon. Op 2 meter is de SSTV-frequentie bijvoorbeeld 144.500 MHz en op 70 centimeter is dat 433.400. Voor zover ik weet is het op bijvoorbeeld 27 MC ook gewoon toegestaan en voor demonstratiedoeleinden werkt het natuurlijk ook via een telefoon. Of ook gewoon via het audio van de ene smartphone naar de andere smartphone in dezelfde ruimte. Vanavond is weer de lange uitzending op PI3 UTR vanaf het 22:30, ik moest even denken, 22:30 dus. De lange uitzending van de Daily Minutes op PI3 UTR. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour. We zijn uitzendingen aan het herhalen. De hierna volgende is van 27 oktober 2016. En daar zit een SSTV-plaatje in. Dus haal robot 36 tevoorschijn als je dat wil meekijken. Ik weet niet zeker of die... Nee, die zal wel in het snelle formaat zijn. Dat doet robot 36 niet. Als die PD90 is, of PD50 of zo, dan werkt het wel.
Maar dat heb ik niet onthouden. Een deel van de tijd, vooral de laatste jaren, heb ik vooral het korte formaat voor SSTV gebruikt, als ik dat al deed. Maar het is een tijd geweest dat ik stevast plaatjes van 90 seconden meestuurde. Dus dat zou het ook kunnen zijn. Dat is een kleurenplaatje. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 27 oktober 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag een vrij korte uitzending met kort nieuws, een kort nieuw deel over propagatie en een SSTV plaatje in PD90. Een van de al langer bestaande vergunningen op de middengolf, radio 538 op 891 kHz in Limburg, heeft gisteren de uitzendingen daar gestaakt. Er is daarnaast een eerste bericht over een 100 watt station dat naast de aangevraagde vergunning grijpt vanwege de grote belangstelling. Het gaat hier om een initiatief voor Haaglanden Radio Internationaal. Volgend jaar zullen er meer frequenties voor 100 watt bijkomen. Er kan opnieuw een aanvraag worden ingediend. Alternatief 100 watt omzetten naar 1 watt. Aangezien de huidige Haaglanden Radio Internationaal aanvraag niet automatisch doorgaat naar de volgende ronde in 2017, heeft het consortium besloten genoegen te nemen met een commerciële AM/MG laagvermogensvergunning voor 1 watt op de landelijke frequentie van 1485. Nieuwe situatie vraagt aanpassingen. Door de zeer beperkte reikwijdte van circa 500 meter is naam Haaglanden Radio Internationaal misschien wat te hoog gegrepen. En er zullen ook wat andere aanpassingen plaatsvinden. Al dus een bericht op radio-tv-nederland.nl. Naar aanleiding van een nieuwe aardbeving in Italië gisteravond staan Italiaanse zendamateurs klaar om hulp te bieden bij de nazorg. Zo meldt darc.de. De amateurs staan klaar om ingezet te worden, maar hun hulp is vooralsnog nog niet nodig geweest. Dit in tegenstelling tot een aardbeving eerder dit jaar, toen onder andere via DMR een noodnet in werking kwam. Goed, met de propagatie ging het gisteren over de skipafstand en dat je via de E-laag maximaal 1800 kilometer of een veelvoud daarvan kunt reflecteren. Of hoppen. En dat bij de F-laag dat maximaal 3200 kilometer is. Hè. Dus de E-laag 1800, de F-laag 3200 of veelvouden van het getal. Bij een bepaald traject kan een signaal overigens ook, dat hoeft niet recht te gaan met al die hops. Eén hop die kan rechtuit gaan, de andere die kan iets scheef gaan. En een signaal kan ook op verschillende manieren en langs verschillende wegen de antenne gebruiken. De manier die je dan het minste aantal hops maakt, dat wordt de eerste graadsmodus genoemd. De manier die één reflectie tegen de ionosfeer meer nodig heeft, dat is dan de tweede modus, et cetera. Ja, bijvoorbeeld bij een afstand van 5000 kilometer kan een station bereikt worden met 2 maal een sprong naar de F-laag in de ionosfeer en terug. Het signaal kan tegelijkertijd via een omweg dus ook lukken met 3 sprongen over die afstand. De signalen komen in zo'n geval dus soms ook via 2 paden tegelijk binnen. Het lange pad en het korte pad wordt dan ook wel gezegd. Hè? Omdat het ene pad dus langer is dan het andere, dan zit er ook een tijdsverschil in. Want het signaal doet er dan net wat langer over en dan kan er dus een echo op het geluid zitten. Dat echo is dan het tijdsverschil tussen het eerste signaal dat aankomt via de kortste weg en het signaal dat een wat omweg genomen heeft via een wat langer traject. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. Volgt nu een fragment en dat doet bedeugd met Rob, PD4ROB, die iets vertelt over zijn visie op het elektron. Ik weet nog, ik had met Rob altijd hooglopende discussies, ja, met wie heb ik dat niet, over conspiracyverhalen. En Rob had zijn eigen blik op Tesla, waar hij totaal door gefascineerd was, alle verhalen over Tesla. Maar hij had het ook wel heel vaak bij het rechte eind. En het was zo dat wij hadden daar echt hooglopende woorden over. En toen heb ik hem enorm verrast door te zeggen van nou, maar ik vind dat het geluid van jou best gehoord mag worden. Je mag dat best in mijn uitzending komen vertellen. Dat heeft hij toen gedaan. Dat stelde ik ook wel erg op prijs. Ja, dat zit in deze uitzending. En die is van 2015, van 24 september. Dat zijn korte uitzendingen, die laatste paar. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 24 september 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag in elk geval een volgend deel van Rob PD4ROB's visie op het elektron. De andere voorbeeld dat op YouTube te vinden is de Don Smith generator. Don Smith weet elektriciteit te genereren in een opstelling met condensatoren en een spoel zonder dat daar een mechanische beweging aan te pas komt. Dat is natuurlijk een elegantere opstelling dan een mechaniek waarbij een magneet om een spoel draait. Hij maakt gebruik van het feit dat stroom die door een spoel loopt zelfs het magnetisch veld opwekt. In een interview, tevens op YouTube te vinden, antwoordt hij op de vraag waar de stroom vandaan komt. Die wordt door de spoel uit de lucht opgevangen. Dat is wetenschappelijk erg simplistisch gesteld, maar tevens wel zo kernachtig samengevat dat een leek begrijpt wat hij bedoelt. Dus, heren elektronici en radioamateurs, bekijk het filmpje en laat de beelden over de opstelling van componenten van de generator voor zichzelf spreken. Mijn bedoeling is slechts een paar bronnen aan te geven die wijzen in de richting dat elektronen te vangen zijn in een magnetisch veld. Afgelopen week had ik een column in het Australisch waarvan ik vermoed dat niet iedereen die heeft kunnen verstaan. Ik heb om die reden een vertaling gemaakt die ik hierna zal oplezen, geheel in de woorden van VK4ZPP dus. Hallo, ik ben Geoff Emery, VK4ZPP. En ik heb zitten denken, een van de eigenschappen van de zendamateurhobby is altijd het ideaal geweest dat alle amateurs onder elkaar gelijk zijn. Dit is een historische overtuiging die zijn oorsprong heeft in de amateurcode. In de afgelopen eeuw is het altijd algemeen gebruik geweest nooit een aanspreekvorm te gebruiken waarbij een bepaalde amateur als superieur werd aangeduid. Natuurlijk is dat altijd makkelijk geweest wanneer het verbindingen waren met iemand die je niet kent en nog sterker in het geval van de X. Of het nu een prins betreft of iemand met een grote verdienst op academisch gebied, via de amateurband spreek je ze aan met de voornaam die ze jezelf vertellen en alle rangen, standen en titels bleven dan tussen amateuroperators geheel buiten beschouwing. Het gevoel om te behoren tot een grote wereldwijde club en het geloof in gelijkheid wordt zo in de praktijk geëerd. Daarbij is de realiteit dat mensen deelnemen in de kunst van het draadloos met elkaar communiceren, afkomstig zijn uit de meest verschillende achtergronden en uit de meest verschillende plaatsen in de maatschappij. Dit betekent natuurlijk wel dat iemand die nog studeert een ander bedrag aan de hobby kan besteden dan mensen die in een beroep werkzaam zijn. En dat is ook duidelijk te zien aan hun investeringen in onderdelen en apparatuur voor de hobby. Dit is nou eenmaal zo en zo gaat het tegenwoordig nog steeds. Een beetje merkwaardig is het daarbij dat er een kleine groep amateurs schijnt te zijn dat zichzelf niet belangrijk genoeg vindt. Dit zijn mensen die er plezier in scheppen om voortdurend kritiek op andere amateurs te uiten. Alleen maar om te laten zien hoe een groot ego dat ze zelf hebben. Ik, dat wil je zeggen VK4ZPP uit Australië, heb dit door de jaren heen in verschillende vormen zien gebeuren. De CW-enthousiastelingen die neerkeken op een troepje mensen die in spraak communiceren, de mensen met een hogere machtigingsklasse die op lagere machtigingen neerkijken, etc. En om heel eerlijk te zijn, dit commentaar richt zich ook aan de oldtimers die in de ogen van anderen wel een beetje erg veel ouwe hoeren en daarbij bijzonder veel aandacht zouden hebben voor hun kwalen en de medicijnen die ze ervoor gebruiken. Hoe bevredigend het echter ook is om met die uitgestoken vinger kritiek te hebben over wat wij denken dat verkeerd is aan een mede-amateur, bedenk daarbij dat je in het openbaar, via de band op deze manier gedragen, ook een afspiegeling kan hebben op hoe de buitenwereld en met name nieuwkomers naar onze hobby en naar de hele amateurgemeenschap kijken.
En dat er voor dingen als tact, beleefdheid en privacy ook heel veel te zeggen valt waar het gaat over het in stand houden van de tradities van onze hobby. Enfin, dat is wat ik, Jeff Emery uit Australië, hierover te zeggen heb. En hoe denk jij daarover? With over 220 people dead and a path of destruction hundreds of miles long, survivors of the Alabama tornadoes found themselves in whole cities without power, telephones, internet, cell phones, or other ways to communicate. And who is there to help in this devastation? The amateur radio operators. Ham radio people are providing communications between shelters, relief centers, emergency operations centers, search and rescue groups, and a host of relief organizations as they respond to the crisis. In the days to come, more hams will arrive from around the country to be assigned where they're needed most. These unpaid volunteers are using their radio skills to get critical voice and digital messages through. When other systems go down or are overwhelmed, ham radio people using modern equipment still are reliable like they always have been. Is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. We beginnen met een woord in vier letters voor beginners, waarvan eerst de vier letters worden gespeld in alfabetische volgorde. Daarna volgt het woord voor gevorderden. India. Kilo. November. Sierra. Dit is er eentje van 27 oktober 2014, het eerste jaar dat de Daily Minutes in de lucht waren. En ik had een beetje een vreemde bui, dat zal te horen zijn. Het was trouwens zo dat in die tijd mochten allerlei geluiden en muziekjes via de repeater nog. In de latere jaren van de Daily Minutes kon dat helaas niet meer. Ja, let op, pas op. Ik heb een klein beetje een bombastische bui vandaag. Dit is PA0ETE. Hier is Zonpiek. Ja, ook nog een keer in het NATO-alfabet. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 27 oktober 2014. En dit keer zeg ik de datum wel goed. Dit is het bulletin van maandag. Het gebeurt niet zo vaak, maar na vele berichten over verdwijnende zenders op de Korte Golf komt er nu een nieuw station bij. Thomas Witherspoon van SWLlink.com noemt het zelfs een van de meest opwindende ontwikkelingen die hij in tijden heeft gezien. Het gaat om een station dat 24 uur per dag uitzendt op een vaste frequentie. Het nieuwe station Global 24 begint met uitzenden op vrijdag 31 oktober om 0000 uur UTC op 9395 kHz. De uitzendingen vinden plaats vanuit Florida. Phil Workman, general manager van het station, zegt dat men bij het station erg enthousiast is over de lancering van Global 24 en over de belangrijke bijdrage die het station zou maken aan het luisteren naar de Korte Golf. Workman zegt dat hij dat zowel bedoelt als een medium dat het waard is om te blijven bestaan, als ook dat hij de bijdrage bedoelt die het station zal leveren aan een moderne mediamix voor zoveel luisteraars wereldwijd. Global 24 zegt het medium Korte Golfomroep opnieuw tot leven te willen brengen met algemeen nieuws en entertainment voor luisteraars die geïnteresseerd zijn in een programmering met een hoge kwaliteit en dat op een dagelijkse basis. Jeff White is algemeen directeur van WRMI, het station dat de uitzendingen mogelijk maakt. Hij stelt dat Global 24 een nieuwe stap betekent in de te lang uitgebleven vercommercialisering van het Korte Golfmedium. Tot vrijdag kunnen we alleen nieuwsgierig zijn en misschien hoopvol voor wat het station vanaf dan zal brengen. De site van agentschap Telecom heeft een klein probleem. AT meldt vandaag op hun site dat de zoekfunctie niet werkt. Wat echter meestal net zo goed werkt, is om een externe zoekmachine te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Google. Tik dan bij die zoekmachine in site://site.nl en dan zonder spatie agentschaptelecom.nl en schrijf daarna je zoekwoord.
Dezelfde AT slaat overigens hard toe in Piratenland. Daar bericht etenpiraten.com over. Zo zijn de blokhutknuppels op 24 oktober opnieuw aan de beurt geweest. De gebruikte apparatuur die in Ter Apel kennelijk beide keren niet werd meegenomen, was opnieuw low power met slechts 300 watt. Op de site staan foto's van een blauwe auto, van de blokhut en volgens mij ook van meerdere knuppels. Zondag was het opnieuw raken en dit keer meerdere malen. In Ruinen werd het hond Boertie uit de lucht gehaald die op 96,5 uitzond. Smiddags was Akai uit Hogeveen de pineut met 1 kilowatt op 94,5. Deze laatste mag waarschijnlijk op een boete van 5000 euro rekenen. Het was de tweede keer. En dan die arme SAAT met hun Radio 2. De vaste luisteraars naar de Daily Minutes weten vast nog wel waar de afkorting voor staat. Ze waren vandaag opnieuw aan de beurt. De zender stond in het centrum van Almelo op een andere locatie dan de vorige keer. Een dag van tevoren was de politie al met AT op het adres wezen kijken. Zendvermogen was net als de vorige keer een laag vermogen van 300 watt. Dit keer geen foto's, maar een filmpje op YouTube. Alle hier genoemde beeldmateriaal is in dit geval zonder login te bekijken. Geslaagde contest, zo schrijft PDNO Whisky Victor Delta op de site van mijn eigen afdeling over de CQWWDX SSB contest van afgelopen weekend. Met een aantal zendamateurs van de afdeling Amersfoort is er afgelopen weekend onder de call PI4AMF aan de contest meegedaan. Dat ging prima, zo schrijft PDNO WVD. De vervangen antenne rotor draait weer als een zonnetje en dat was gelukkig nog precies op tijd voor de contest voor elkaar. Ook de condities waren bijzonder goed geregeld, vooral afgelopen zondag toen er bijzonder veel verbindingen zijn gemaakt op 10 meter. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2NOS met een herhaling om 10:30 de dag erop. Heb je de Daily Minutes gemist of geen amateurapparaat bij de hand? Probeer dan de map van de Shorties FM podcast www.shorties.be/podcast. De website voor informatie bij deze uitzendingen is pa0ete.nl. Oudere uitzendingen zijn te vinden op www.pa0ete.com. Wil je meer nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op hamnieuws.nl. En kijk zeker eens op hobbyscoop.nl, de site van PI2NOS. Daar kun je lezen over hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Ja, en het bombastische begin van deze uitzending, dat zijn een aantal jingles die ik een fix aantal jaren geleden heb laten maken voor mijn podcast, waar ik toen al rondes op, hoe zeg je dat, op publiceerde. Onder andere de Gooise Ronde destijds. Dit zijn nog een paar van die jingles. Dit is PA0ETE. Interview. De Ronde. Onze column. Dit is PA0ETE. Nou, tot zover. Ik kondig hem snel af. Dit was de Daily Minutes voor vandaag. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je niet je punt stoot. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je vooraf even een schietgebedje doet. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je gaat solderen. Nou, dat weten we dan ook weer. Ja, interessant. En straks het journaal weer. Ja, dat moeten we niet missen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké, ga jij maar even zetten dan. Weet jij dat nog? Was ome Jan niet ook een eterpiraat? Ja, ome Jan uit Drenthe. Jazeker, die draaide altijd oompie koerier. In een poep en een zucht. Weet jij wat er met zijn oude zendinstallatie gebeurd is? De laatste bedoel ik, want de rest zal wel in beslag genomen zijn. Nee, die heeft tante Sjaan in het reservoir bewaard, als herinnering. Ik denk dat die oude zender daar nog steeds in zit. Moeten we binnenkort niet eens een keer weer bij tante Sjaan op bezoek? Ja, dat is gezellig. Nee, ik bedoel niet omdat het gezellig is, maar over 4 maanden is het weer contest en ik kan de trafo van de eindtrap goed gebruiken. Jij harteloze kwal. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink gebruikers lucht.
This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.